Comen in Disneyland. En dat is nu tijdens het 30-jarig bestaan. Marloes. Hey. Marloes, heb je ze wel gezien? Ja, zeker. Sta daarop. Welkom. Welkom Kevin. Jij ook. Welkom. Eindelijk na 3 jaar weer terug. Ja, eindelijk. Dat is tijd. Om de seizoenskaart weer. 3 jaar geleden, hé. Nee. Ja, de seizoenskaart was dat voor maar 1 jaar. Of niet? Nee, we hadden seizoenskaart voor 1 jaar en met verlenging. Alleen door alle sluitingen is die nu nog steeds geldig. Gelukkig. En het is vandaag 24 april? Nee. 25, 26? Ja, zeker. 24 april. En we zijn hier dus weer gearriveerd in Disneyland Parijs. In het Disneyland Park. We gaan via de achterkant. We beginnen bij de Big Thunder Mountain. Mag ik nou buiten? Dan mag ik. Van touwtjes staan van de achter. Ja. Dan gaan we hier via de speciale route. Gaan we via de achterkant. Gaan we naar de Big Thunder Mountain. Als we hier lopen, denk ik die posters hebben. Maar wij zagen net 15 minuten. Dus dat is goed te doen. Dus we gaan gauw die kant op. Old memories. Hey, daar is die. Big Thunder Mountain. Ik hoor hem al. Ja. Even een kleine change of plans. We wonen natuurlijk de Big Thunder Mountain in, maar net voordat wij bij het hek stonden, was het in 1 keer temporarily closed. Dus we zijn doorgelopen naar de Indiana Jones. En daar is het op dit moment 5 minuten, zag ik. Dus, nee, ook een prima attractie. Om mee te beginnen. Ja, is dat zo? Prima attractie. Hoe ga je dan ook weer altijd met je hoofd staan hier? Dat deed net iemand na 1 keer. Ja. Ja, dit is veel sneller. Het is veel sneller, Marloes. Ook weer 5 minuten wachttijd, dus dat is wel weer heel fijn. En daarom zijn we natuurlijk ook hartstikke vroeg op dag 1 in het park, want ja, je weet toch niet hoe druk het gaat worden. Ik verwacht toch nog wel enige drukte. Hoewel wat ik ook zag, wat ik begreep, is dat je van tevoren weer moet reserveren voordat je het park niet gaat. Dus misschien is het nog steeds wel zo dat een maximum aantal
ja, publiek naar binnen mag, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ik denk dat ik heel donker ben. Beetje. Maar goed, hopelijk blijft dit zo. Want er is natuurlijk geen fastpass meer. Dat is wel heel vervelend. Daar maken we altijd heel veel gebruik van. Maar dat is helaas op dit moment niet meer aanwezig hier in Disneyland Parijs. Serieus in de Pirates valt me altijd op. Ja, lekker. Waarom doe je dat? Weet ik niet. Het normaal, hè? Nee. Ik heb er nog. Nou, hoe vind je het nou om terug te zijn hier? Ah, hey. Oh, fantastisch. Na zo lange tijd. Ja, het is wel allemaal even allemaal flashbacks. Ah, nee, ook een... Ja, die is met framboos en die is met praline. Oh, mag ik de helft? Nou, ik heb eigenlijk nog helemaal niet zoveel zin. Nee? Maar nemen jullie maar lekker. Nee, maar met praline. Nee, dit kun je niet. Dit is heel krokant. Kijk, dit zou ik dan Dan lopen we gewoon ondertussen weer richting Victor de Mouten. Ja. En dan kijken we eventjes of hij het misschien al binnen is. Oh, dat is zo dichtbij. Oh, nou, oké. Okay. Nou, hebben we dat ook weggehoord. Ja. Zullen we die achter in de berg gebleven zijn? Ja. Like.
King Show, Rhythm of the Pride Land.